Hallo, ik ben Maurice Graaf, ex-profvoetballer van deze mooie club Rode JC en initiatiefnemer van de stichting Kern Gezond, die zich inzet voor een gezonde leefstijl. Medisana is koploper in de mobiele gezondheidszorg, of zoals ze dat tegenwoordig noemen, de e-health. In 2011 waren zij de eerste op e-health gebied met hun Vitadoc-app. Wat dacht je van je hartslag, je bloeddruk, je gewicht, je BMI, je bloedglucose, je stappenteller? Allemaal verzameld in één app op de telefoon. Hoe makkelijk kunnen we het maken? En hoe dat werkt, ga ik jullie nu vertellen. Zo kan ik de bloeddruk heel makkelijk bijhouden via de Vitadoc-app en kun je ook zien over langere tijd hoe je bloeddruk zich ontwikkelt, positief of negatief. Heel gemakkelijk voor mensen die bij de dokter lopen en dit voor een langere periode moeten bijhouden. Maar wat nu het unieke aan deze Vitadoc-app is dat je je bloeddruk kan vergelijken met bijvoorbeeld je gewicht. Als je bent afgevallen, zoals ik, dan kun je dus zien of dat effect heeft op je bloeddruk. En daar zit hem dus nu de winst. Je hoeft niet te switchen tussen allerlei gezondheids-apps. Alles in één app, één overzicht, bij de hand. Kijk, hier zie je welke stappen ik gezet heb. En wat mijn gewicht is, 68,9 kilogram. Goed bezig. Dankjewel, Julia. Wat ik nou leuk vind, is dat je de opgeslagen gegevens op je telefoon, je iPad of je computer kan ophalen wanneer je maar wil. Dat komt omdat deze zijn opgeslagen in de cloud. En dan zie ik je denken, mijn gegevens, mijn meetgegevens in de cloud, mijn BMI, mijn gewicht, je ziet aan mij, dat wil ik ook niet. En dat gebeurt dus ook niet. Alleen die voor jullie even, maar dat is wat anders. Deutsche Gründlichkeit zorgt ervoor dat alleen jij bij je gegevens kan komen. Tenzij je ze natuurlijk op de telefoon aan iemand anders laat zien. Nog één tip van mij. Voer je metingen altijd uit op een vast tijdstip en niet na een zware inspanning. Met Medisana blijf je kerngezond.